Voor commentaar hebben we ook nog een gast uitgenodigd, politicoloog Dave Sinardet van de Universiteit Antwerpen. Ja, meneer Sinardet, de doodstrijd die gerekt wordt, de nekslag die de regering gekregen heeft, dat zijn de woorden die de commentatoren gebruiken. De premier blijft op post, nochtans. Heeft hij gelijk volgens u? Tja, ik vrees dat hij niet echt gelijk heeft, alleszins niet als je kijkt naar de perspectieven voor zijn eigen politieke carrière. Het is toch niet zo'n goed idee om te blijven zitten tot je echt weggedragen wordt. Het is beter om de eer aan jezelf te houden en toe te geven dat er misschien een aantal fouten zijn gebeurd en op te stappen. Zeker als er toch wel heel veel druk is. We hebben het net gezien, ook die krantencommentaren nu weer vandaag. Maar essentieel toch die brief van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, die toch wel een aantal echt serieuze elementen naar voren schuift. Ja, het was een bom onder de regering, werd er gezegd. En dan, een paar uur later, dook er ineens een andere brief op, die brief van de procureur-generaal van het Hof van Beroep. De timing van die brief is toch wel een beetje vreemd. De regering zat al urenlang bij elkaar, ze raakte er duidelijk niet uit en ineens kwam daar een brief. Ja, ik denk dat die tweede brief de regering alleszins wel goed uitkwam. Die twee boodschappen zijn misschien juridisch niet echt met elkaar in tegenstelling, maar ze hebben toch wel heel andere politieke consequenties. Die eerste brief van het Hof van Cassatie, ja, die wijst echt met een beschuldigende vinger naar de politiek, naar de regering. Het spreekt van politieke inmenging in het gerecht. Die tweede brief wijst eigenlijk eerder op mogelijke fouten die door magistraten zouden zijn gemaakt. Dus de politieke consequenties daarvan zijn toch wel een beetje verschillend. En het lijkt erop dat de regering in die tweede brief echt wel de strohalm heeft gevonden om zich toch minstens nog een nacht aan vast te klampen, om geen beslissing te moeten nemen gisteren en dat fameuze rapport van het Hof van Cassatie van vandaag dan weer af te wachten. Ja.